En we hebben er ontiegelijke zin in. Dit keer hebben we echt gewoon terecht onze zonnebril op. Want het is echt fucking mooi weer buiten. Het is maart en dat betekent gewoon dat wij op pad gaan. Nou moet ik mijn zonnebril wel opzetten, want het wordt echt hartstikke zonnig vandaag. Waar gaan we naartoe vandaag? Ik heb werkelijk echt dit keer geen flauw idee. We gaan weer op zoek naar oude locaties, naar verlaten plekken. Oftewel, we gaan gewoon weer een keertje urbexen. We gaan weer gewoon echt oldschool urbexen. Ik heb een rugzak vol met camera's, met snacks, hapjes. Nee, hapjes en drinken, dat heb ik nog niet. Dan gaan we het ergens denk ik tussendoor. Gaan we bij een benzinetank, gaan we dat gewoon even halen. Jongens, dames en heren, echt waar. Ik ben in Rotterdam, maar ik ben een fucking weg kwijt. Echt, ik dacht ik neem jullie even mee naar Tropicana, maar zo makkelijk is dat dus niet. Dames en heren, wij zijn nu in de omgeving van mijn meest favoriete, hoogst op mijn lijstje staande, is dat waar? Nee, dat is niet hoogst op mijn lijstje staande. De ultieme urbex locatie is natuurlijk Tsjernobyl. Het klinkt zo raar, Tsjernobyl. Dat is gewoon, het staat altijd gerelateerd aan kernramp en aan ongeluk en aan pech. Maar het is wel de perfecte urbex locatie en ik wil er echt zo fucking graag naartoe. Dat lijkt me echt zo gaaf. Ja, dus Tsjernobyl. Daarnaast staan natuurlijk nog de nodige paleizen op mijn verlanglijst. En ja? Ja, ik zou graag nog een keertje een oude bibliotheek willen bezoeken. Een oud mortuarium, een oud ziekenhuis, een oude psychiatrische inrichting. En natuurlijk Tropicana. Maar we staan dus natuurlijk ook gewoon voor het Tropicana gebouw. Mijn ultieme urbex locatie. Ik zou hier zo graag een keertje binnen willen kijken, maar ja, mag niet, is dicht. Het zal er ook nooit van komen. We zijn er op plek van locatie aangekomen. Dan gaan wij dus vandaag eens even lekker bezichtigen. Wij als natuurliefhebber. En natuurlijk als urbexer. Dit zijn de meest bekende urbex locaties. Die bunkers, ik weet niet of we erheen kunnen. Maar het lijkt me fucking stoer, dus let's go. Kijk waar we dan nou weer tegenop, waar we nou weer op stuiten, hè. Nou zien mensen alleen maar de lucht. En als ik zo doe, dan zien ze alleen maar de grond. Oh. Maar zo hoog zitten wij dus, dames en heren. Wij zitten dus gewoon op een bunker. Hallo. De Wesley die zit lekker weer een pastoorje koek te vreten hier. Dus heeft hij zit lekker naar binnen te werken. En dan hele zak met pastoorje koek. En dan eten wij hier op een bunker. En dat is echt zo lekker. We hebben zo bar op deze oude bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Ook een van de bekendste urbex plekken in Nederland, maar je mag nergens in. Dat is wel kut. Ik heb een bedrijf. Zijn we dan aan het lopen? Al die bunkertjes hier zo. Er staat ook weer van alles. Allemaal bunkertjes en zo. Super mooi hoor. Ja, je weet niet wat er onder de grond zit, hè? Hier natuurlijk. Je weet echt totaal niet wat er hier onder de grond zit. Het kan zomaar. Oh, allemaal vogeltjes om ons heen. Allemaal mooie, prachtige zingende vogeltjes. En wij maar hier de rust verstoren omdat wij bunkers dingen willen zien. Kijk, zo ziet het er aan de ene kant uit en denk je van nou, is toch fuck te zien? Je ziet hierachter zien de contouren van die bunkers. Dat is toch fucking prachtig? Alles is helemaal, oh kijk hier, moet je kijken, hier, je zal dit maar niet weten, een pleur hier. Opeens in zo'n gat, jezus, hier, kijken. Flikker je opeens in zo'n, kijk joh, hier. Natuurlijk van alles gelegen joh, wat is dit? Jezus. Ja, en dat bedoel ik nou, hè. Dat bedoel ik nou. Je kan gewoon overal bunkers zien.
zie je om ons heen gewoon die bunkers daar, dan zie je daar een bunker, overal bunkers. Hier zelfs daar, die bunkers daar zo, hè, daar in de verte. Ja, hoppatee, dat en daar al contouren van bunkers. En als je er gewoon niet uitkijkt, pleur je gewoon in zo'n gat als dit. Jezus. Zou het zijn geweest. Van vervoer, maar volgens mij... Nou, is het gewoon een trap naar beneden geweest. Ik weet het niet, of gewoon een... munitiedepot. Dit zit dus gewoon hier verder onder de grond. Dat is echt fucking bizar. Hallo. Het echoot hier een beetje. Dat is grappig. Ik kan nagaan hoe hol. Yo. Hol. Wat gaaf, zo'n schoorsteen. Dus... Hij moet er weer oplopen. Maar ook weer zo... We hebben ze ook weer onder de aarde gegooid, hè, dit. Jeetje. Kan je gewoon allemaal dingen inroepen, kijk maar. Gewoon... Denk je dat er heel wat in zit? Denk je, nou, hè, hier komt Sinterklaas langs met al zijn pakjes en dan krijg je allemaal bladeren. Nou, dat. Maar... Oh, maar dan ben ik toch wel benieuwd. Ik ga toch wel wat doen. Ik ben benieuwd of je dan ook wat gaat zien, zeg maar, want het moet heel hol lijken. Volgens mij zie je geen pest, dan zei je allemaal, oh, dat wordt leuk thuis, dan ga je op beelden. Ga dat natuurlijk kunnen zien, natuurlijk. Gaaf, man. Geef je tas maar, dan kun je zelf even kijken. Dit is wel bijzonder. Oké. Okay. Here we go.
Jongens, dit is alweer. Het was een enorm vette dag gisteren geweest. Dus nu een dag later. Ik heb de beelden teruggezien. Ook van de GoPro-camera. Nou ja, die hebben jullie dus ook nu inmiddels allemaal gezien. Ik vond het wel grappig. Het is een compleet ander iets dan dat Fort La Chartreuse waar we eerder hierheen zijn geweest. In België. Ten eerste was dit in Nederland. Ten tweede was dit ook niet zo massaal als dat fort in België. En je kon ook niet overal in. In België kon je echt overal in. En hier was het gewoon voornamelijk door hekjes heen kijken en op gebouwen klimmen. Ja, het feit dat dat gewoon uit de Tweede Wereldoorlog stamt. Dat was gewoon al heel wat. Dat is wel heel tof. Ik vond het wel vette beelden. Spectaculair, ook dat. Net zo spectaculair als Fort La Chartreuse en als het dorpje Doel en meer van dat soort plekken. Dat, ja, anders. Ik vind het wel tof. Alleen ik vond het niet echt helemaal hetzelfde. Volgende keer gaan we gewoon ook weer wat anders opzoeken. Maar vergeet vooral niet te liken, te reageren en te abonneren op dit kanaal. En te liken voor dit videootje en te reageren ook op dit videootje. En dan zien we jullie de volgende week weer terug bij, ja, natuurlijk de wekelijkse zooi, de wekelijkse dingen die ik dan gewoon van een item wat ik dat die week heb geschoten. Oh, man, ik ben uitgeluld. Ik ga verder lekker van de zon genieten. Moeten jullie ook eens doen. Ga naar buiten. Hup. Bye.